撃を食らう。龍神の剣を食らえ。En ik, die hebben allebei een nieuwe verslaving opgepakt en het heet Overwatch. En het is misschien nog wel ernstiger dan heroïne, in ieder geval in mijn geval. Trust me, I can tell. Maar even toch voor het gemak, er zijn mensen die Overwatch helemaal gemist hebben. Die hebben onze uitgebreide video preview en preview allemaal gemist. Dus Leon, aan jou. In het kort, wat is Overwatch? Ja, Overwatch is een nieuwe shooter van Blizzard en het is team-based. En het draait om de inzet van heroes. Ja, champions dat, voor ja. sommigen. En dat, je hebt eigenlijk vier verschillende klassen. Aanval, verdediging, tank en support. En het is zaak om zeg maar van je team van 6 man gewoon een goede teamcompositie te hebben. Oh, netjes. Ja, zeker. Vond ik een mooi woord. Ja, ja. En met dat team is het de bedoeling dat je voor de objective gaat. En niet gewoon kills maken, maar een karretje meeslepen of een control point innemen. Ja, dat of is verdedigen. Heel erg eigenlijk zoals, kijk, heel veel mensen zeggen van het is eigenlijk gewoon Team Fortress 2. Ja, is het ook. Vooral de payload lijkt het heel erg op inderdaad. En maar daarom vind ik het zo vet, want Team Fortress 2 was ook gewoon heel goed. Ik las het in je review inderdaad, je begon meteen te praten over Team Fortress 2. En denk je, wacht, we hadden het toch over Overwatch? Maar het is, je ziet wel de gelijkenissen. Ja, jij noemde het volgens mij ook de spirituele opvolger van, ja. Zo voelt het ook wel een beetje, het is wat mooier en vooral mensen, kinderen. Ik denk, als ik voor mezelf mag spreken, ik denk dat het zo enorm goed is omdat het gewoon fantastisch uitgebalanceerd is. Ja, klopt. En het is, je speelt natuurlijk met teams van 6 man, dus het heeft best wel veel impact hoe je zelf speelt en welk karakter je neemt. Want je hebt niet, zoals bij Team Fortress, dat was 32 man of zo. Als dan, als dan een paar mensen van je team gewoon zitten te kutten, dan boeit dat niet zo. Ja, plus maar hier is het dat het heel belangrijk is om bijvoorbeeld een support te hebben, een tank en een aanvaller en een verdediger. Dat geeft Blizzard ook aan, zeg maar, als je een hero kiest, dan geven ze tips van je hebt nog geen support of zo. Of te veel builders of weinig snipers of zo. Dus dat is, ik snap dat ook wel met die het betekent ook niet dat als je zeg maar te veel aanvallende personages hebt, dat je niet kan winnen. Nee. Ik bedoel, je kan winnen met 6 builders die allemaal een sentry bouwen. En als het goed gaat, het werkt wel. Ik heb dat nog nooit gezien, maar dat lijkt me echt zo'n kut-tactiek om te counteren. Het is voor de tegenstander best vervelend. Ja. Maar essentieel in Overwatch is ook eigenlijk gewoon om in te spelen op wat je tegenstander doet. En niet vast te houden aan dat ene personage dat je zelf heel fijn vindt. Ja, nee, maar dat zei je in de review, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is volgens mij ook echt tip 1 voor als je die game zelf gaat spelen. Er zijn 21 heroes en niemand gaat voor 1 hero. Je moet echt kijken naar de samenstelling van je team. Je moet echt kijken van, oké, er staat een sniper aan de andere kant echt heel goed te zijn. Dus ik moet iemand hebben die goed kan flanken. Of ik moet ervoor zorgen dat ik de sniper af kan leiden of zo. Dus dat is, je moet echt heel veel gaan experimenteren. En daarin vind ik het persoonlijk echt het leukst eigenlijk. Dat je echt denkt van, wauw, ik heb hier nog allemaal verborgen. Ja, want sommige karakters waarmee je speelt, die lijken het eerste of de eerste 2 potjes ook gewoon enorm kut. Kan je helemaal niks mee. En als je er dan een beetje moeite in stopt, dan blijkt ze in één keer toch, als je net een beetje anders speelt of zo, als je gaat flanken in plaats van dat je gewoon vol rechtstreeks naar het control point loopt. Of beter gaat communiceren met je team, dat heb je ook wel eens. Ja. Dat helpt ook heel erg inderdaad. Dat is ook wel cruciaal. Ja. Gewoon met je team afstemmen van in één keer met z'n 6 gaan pushen. Ja, allemaal achter het schild van Reinhardt. Ja, allemaal precies. Met Zenyatta mee die even super chill iedereen hield en zo. Dat is echt, ik kan er ook niet omheen. Dat merk je nu nog vooral in de game, zeg maar. Als je verliest, dan komt dat heel vaak of omdat je team niet gecoördineerd is. En dat je zeg maar allemaal 1 voor 1 naar de control point gaat. En dan word je allemaal neergeschoten omdat de tegenstander er met z'n 6 staat. Ja. En de andere reden is omdat je gewoon 3 snipers hebt en 2 henzo's en weet ik het wat. Ja, maar dan kom je dan er ook niet. Ja, daar moet je dus echt iemand voor hebben die dan gaat flanken. Dat heb ik gemerkt. Als mensen aan het snipen zijn en ze zijn irritant bezig, dan moet je zo'n Reaper hebben die even van achter ze compleet kapot schiet. Of je moet zo'n Genji hebben die dan in één keer met een zwaard achter ze staat, wat heerlijk kan zijn. Maar het mooie is dat ieder personage heeft gewoon ook weer zijn zwakke punten. Dus als je door een bepaald karakter compleet gedomineerd wordt, dan kan je weer een ander personage kiezen. Ja. Nou, vooral dat beetje fluïde switchen, dat kan ook echt heel behulpzaam zijn. Maar ik vind gewoon, ongeacht van alles, al die karakters hebben inderdaad hele goede voordelen, aardige nadelen. Ze hebben altijd iets waarmee ze goed gecounterd kunnen worden. Mm-hmm. Maar het is ook,
ze zijn zo interessant en charmant. Ja. En dat is die, volgens mij denk ik, ik heb niet heel veel Blizzard games gespeeld, maar dat moet die Blizzard kwaliteit zijn. Want echt al die karakters, naarmate je meer ziet spelen, in ieder geval in mijn geval, ik word met elk potje Overwatch, word ik meer verliefd op alle karakters. Ja, niet, precies. Niet op één. Ze hebben allemaal... Er zit natuurlijk geen verhaal in of weet ik wat. Nou, het is natuurlijk gewoon een multiplayer game. Ja. Dus in principe ieder personage is gewoon een werktuig. Verder zit er... Mooi, werktuig ook echt. Ja, nee, maar ik bedoel, er zit zeg maar niet een heel achtergrondverhaal in wat je hebt meegekregen in de singleplayer. Maar toch, uiteindelijk als je zo speelt, dan leer je toch een beetje ieder personage kennen. Ja, maar aan de hand van de quotes die je hebt en die je dan kunt unlocken. En de animaties die ze hebben en gewoon hoe ze af en toe... Hoor je ze ook wel eens tegen elkaar praten? Want af en toe dan roepen ze random dingen naar elkaar. Ja, dan roepen ze van achter je of zo, zeg maar. Dat gebeurt ook. Nee, maar ook kleine gesprekjes af en toe. Ja? Dat is, soms dan heb je stelletjes die kunnen dan een soort van klein gesprekje voeren op random, op random momenten in het gevecht. En dat kan ook hilarisch zijn, maar het is gewoon... Ook, dat moeten we misschien even benadrukken, die lootboxes. Ja. Met elk level krijg je een lootbox en daarin zitten dus skins voor je karakter, voice lines, avatars om te gebruiken, sprays om in het level neer te zetten. Ja, klopt. Super verslavend en je gaat dieper op al die karakters in, wat op zich wel gaaf is om langzaam maar zeker te ontdekken. Mm-hmm. Ik heb gematigd geluk met de lootboxes. Jij vertelde net dat je echt... Ik heb vooral vrij veel pech, ja. Zeg maar, eigenlijk wat je uit je lootboxes wil krijgen, dat zijn skins. Want die zijn het vetste. De dure skins en de animatieposities en zo. De, als je gewonnen hebt of je hebt de play of the game, weet je wel, dat je dan zo'n toffe animatie doet. Maar jij krijgt dus alleen maar sprays en voice lines. Ja, precies. En als ik skins krijg, dan krijg ik steeds dezelfde. Zo leuk. Maar goed, dat is op zich, die lootboxes zijn natuurlijk ook de manier voor Blizzard om geld aan de game te verdienen. Ja, want je kunt ze ook kopen. Je kunt ze kopen. Wat, 2 is 5 euro of zo, of zoiets? Eentje is 1 euro en als je er veel koopt in één keer, dan krijg je er een paar extra, zeg maar. Okay. Dus als je voor 50 euro lootboxes koopt, dan krijg je er 60 of zo. Oké, ja, ik vind het een beetje, ik weet niet. Ik zou er zelf geen geld aan uitgeven. Want maar, op zich zo belangrijk zijn die skins en zo ook weer niet. Het is meer gewoon een leuk extra. Ja, het biedt wel een beetje progressie, wat je op zich ook wel nodig hebt. Want anders is de game wel heel veel van hetzelfde. Want je hebt natuurlijk 21 heroes, maar er zijn 3 game modes en 12 maps. En dat is wel een beetje... Ja, er zijn eigenlijk 4 game modes natuurlijk. Want je hebt King of the Hill, je hebt Payload, je hebt Control Point. En je hebt dan een game mode, dus dat samengevoegd Payload en een Control Point. Oh ja, oké. Okay. Op die fiets. Op zich is het uiteindelijk allemaal redelijk hetzelfde. En qua maps is er ook niet zo heel veel afwisseling dus. Maar dat is ook een beetje het hele nadeel van het spel. Dus. Ja. Dat is, want... Qua content is het wat mager, want het is wel gewoon op consoles gewoon een 60 euro game. Ja, de PC-mensen kunnen hem voor 40 euro kopen. Op de, maar op console op de PC ben je verplicht kan de Origins je kiezen editie. Inderdaad. Maar, en die Origins editie die biedt niet zo heel veel meerwaarde. Want wat je krijgt een paar skins extra. En wat vooral eigenlijk voor PC-gamers denk ik vooral de selling point is. Is dat je ook in je World of Warcraft krijg je een Winston pad. In Diablo krijg je iets. In Starcraft misschien ook wel. Ja, in Hearthstone krijg Hearthstone je ook krijg je iets. Maar dat is eigenlijk voor de meeste console gamers is dat... Niet zo relevant. Ja, dus dan betaal je 20 euro extra. Je hebt alleen extra. Maar Diablo verder op console. Dan betaal je 20 euro extra voor... Een extra paar skins en dus een heel klein beetje aan content in andere games. Maar ik vind dat op zich, ik weet niet, ik vind dat toch een beetje cru of zo. Ik vind dat lullig van Blizzard dat ze dat doen. In combinatie met dat hele lootbox systeem vind ik het een beetje... het voelt toch een beetje alsof het net iets te duur is voor wat het uiteindelijk is. Maar wat het is, werkt wel perfect. Het is natuurlijk wel weer zo dat zeg maar in de toekomst, dan zal Blizzard natuurlijk nog gratis maps toevoegen, gratis spelmodi en gratis heroes. Mm-hmm. Nou ja, dat is sowieso dat is allemaal gratis. Er wordt geen betaalde content verder aan toegevoegd. Want ze verdienen hun geld aan de lootboxes. Nou, hopelijk dan. Het werkt. Ik moet wel zeggen, je wil wel meer van die lootboxes krijgen. Dus ik hoop eigenlijk dat ze die... Het duurt best wel lang voordat je nieuwe krijgt. En het is dan best wel frustrerend als je natuurlijk 4 sprays krijgt of zo. Dan ben je 3 uur aan het spelen en dan krijg je inderdaad een paar... Maar als je ze koopt, heb je ook geen garantie dat je iets goed krijgt. Nee, dat is ook wel weer zo. Dus ik... Dat is eigenlijk het enige wat ik minder vind aan Overwatch, is een beetje dat lootboxes in combinatie met dat de content misschien net wat te karig is. Op dit moment is het eigenlijk nog net iets karig, maar bijvoorbeeld over een maand of zo komt er alweer een competitieve modus. Dat is prima, dan kan ik ook mee leven. Ja, precies. Dus in principe, Blizzard staat er natuurlijk ook wel onbekend dat ze hun games lang ondersteunen. Ja. Dus
Ja, het is, qua prijs is het nu wel gewoon redelijk prijzig, maar je kan wel het vertrouwen in Blizzard hebben dat het in de toekomst zo goed komt. Ik hoop het in ieder geval. Je merkt in ieder geval wel aan Blizzard dat ze er volop inzetten. Bijvoorbeeld ook dat ze willen echt proberen daar ook een e-sports game van te maken. Wat ik ook begrijp, want dat mag ook echt met deze game. Want oké, dus die content is misschien wat karig, maar die game wat het nu is, het werkt wel godvergeten goed. Het werkt heerlijk. Het is echt verslavend, gewoon echt. Ik ken drugs die minder verslavend zijn, zeg maar. Dus ik stel ook gewoon voor dat we hier een eind aan maken en Overwatch gaan spelen. Ja, ik ben hem nu aan het installeren op kantoor, dus ik heb hier boven op onze edit-pc, hij draait makkelijk, hè. Dus, dan mag je een conclusie eraan brouwen en dan mag je het punt noemen en dan gaan wij denk ik snel door. Jij naar de PlayStation 4, ik naar de PC en dan gaan we door. Ja, ik heb Overwatch een 9 gegeven en... De conclusie is eigenlijk gewoon dat het een hele goede multiplayer shooter is, waarvan ik ook de potentie zie dat het gewoon de beste shooter van deze generatie is. Multiplayer. Holy shit. Dat vind ik, ja. Op dit moment. Ja, op dit moment, ja. Maar dit is de titel. U hoort het van Leon. Bij deze. En dan gaan we nu door. Nee is B. En Wakateki, go fuck yourself! Nee is echt fucking kut. Nee is echt...